maar nu over, dames en heren, tot de tweede lezing van het voorstel van decreet van de heer Paul Delva, mevrouw Jamila Idrissi, de heren Marius Meremans, Bart Caron, Johan Verstreken, Philippe de Koen en Wilfried van Dalen, houdende ondersteuning van de professionele kunsten. Ik stel voor om de in eerste lezing aangenomen artikelen als basis voor de bespreking te nemen. Kan iedereen zich daarin vinden? Ja? Dat is een grote geruststelling voor u, want anders moesten al die stemmingen van vorige week allemaal overdoen. Er zijn 3 amendementen ingediend bij artikel 28, bij artikel 43 en bij artikel 108. Die worden dus aangehouden en die worden straks ter stemming voorgelegd. Goed? Dus de tweede lezing is gesloten. De tweede lezing is gesloten, meneer Tommelijn. Ik hoop dat u zich nu niet meer vergist heeft. En we zullen straks de overige stemming over het voorstel van decreet houden.